Wat een warme dag om Autostad te beschermen. Matt en Frank zijn heel moe. Een ijsje klinkt als een goed idee. Hey Karin, Matt en Frank hebben het heel warm en zouden graag een ijsje willen. Welk ijs heb jij? Oh nee, je ijskowagen is weg. Geen zorgen, Karin. Matt en Frank gaan erachteraan. Oh, Karin denkt dat ze een aanwijzing heeft. Ze zag de kleintjes onderweg op de speelplaats net voor ze in slaap viel. Bedankt voor je tip, Karin. Matt en Frank hebben je ijs snel weer terug. Hoi kleintjes, Karins ijskowagen is gestolen terwijl ze sliep. En ze zegt dat ze jullie heeft gezien voordat ze in slaap viel. De kleintjes zeggen dat zij het niet waren. Wat denk jij, Matt? Frank, geloof jij wat ze zeggen? Dan gaat de jacht naar de dieven door. Hoi Amber. Amber is onderweg om Tyler te helpen. Hij is ziek geworden omdat hij te veel ijs heeft gegeten. Inderdaad, hij moet de ijsdief zijn. Ga maar achter Amber aan. Daar is hij. Volgens mij heb je heel veel ijs gegeten, Tyler. Amber gaat voor je zorgen, terwijl Matt en Frank de ijskokar meenemen die je hebt gestolen. Karin, Matt en Frank hebben de kar gevonden. Karin is jullie heel dankbaar, jongens.
Nu kan iedereen even afkoelen met een ijsje. En daar zijn nieuwe klanten, Karen. Kinderen, het spijt Karen dat ze jullie beschuldigd heeft. En ze wil jullie graag een ijsje geven. En natuurlijk, jullie krijgen er ook een voor jullie harde werk. Een hele fijne morgen nog, jongens. En heel erg bedankt, Autopatrouille. Hoi, kleine Matt. Hoi, kleine Jeremy. Wat doen jullie nog zo laat op? Het is kerstavond. Jullie moeten nu in bed liggen. Oh ja, inderdaad. De kerstman komt niet langs voordat jullie slapen. Oké. Wat is er zo grappig? Hé, wat is dat? Oh mijn hemel, wat is er gebeurd? Hebben jullie een val gezet en jullie hebben de kerstman gevangen? Kleintjes, dat klinkt niet als de kerstman. Oh jee, Ella, je bent in de val voor de kerstman gevallen. Gaat het? Gaat het goed? Maar je kan er niet uit. Oké, kleintjes, jullie hebben genoeg veroorzaakt. Haal de autopatrouille nu maar op. Hoi jongens. De kleintjes hebben een val gezet voor de kerstman. Wat? Nee, het is goed. De kerstman is niet gevangen. Maar ze hebben wel Hella de helikopter gevangen. En nu zit ze vast en kan ze niet weg. Kunnen jullie haar redden, autopatrouille? Oké, kleintjes, laat ze zien waar Hella is. Daar is ze. Het komt goed, Hella. Hector gaat de val optillen. Oh nee, de val is te zwaar voor Hector alleen. Misschien kan de val naar beneden glijden. Dat is een goed idee, Matt. Maar het zou handiger zijn als het dak gladder was. Oh ja, Frank kan water op het dak spuiten, zodat het in ijs verandert. Dan kan de val naar beneden glijden. Ga ervoor, Frank. Gelukkig maar dat het zo koud is. Oké, Hector, probeer het nog een keer. Wat? Nog steeds te zwaar? Kleine Matt, waar ben je nu? Oh, je hebt een touw gevonden. Hector kan de touwen vastmaken aan de val. Dan kunnen Frank en Matt helpen. Wat een goed idee, kleine Matt.
Oké, Hector, maak de touwen vast. Perfect. Nou, Frank en Matt, klaar om te trekken? 1, 2, 3. Hij beweegt. Ga zo door. Hella is vrij. Oké, jongens, stop maar met trekken. Goed werk. Gaat het goed, Hella? Vonden jullie het grappig? Nou, oké, want Matt vond het totaal niet grappig. Verontschuldig je naar Hella, kleintjes. En iedereen moet nu naar bed. Het is kerstavond. Hector, denk je dat Hella op moet warmen? Met een warme chocolademelk? Oh, met jou? Dat denkt Hella ook volgens mij. Veel plezier allebei en een hele fijne kerst. Autopatrouille. Hoi Touw, wat rijd jij snel? Vanwaar die haast? Oh, vanavond is het Chinees nieuwjaar. En jij moet eten bezorgen bij alle bewoners. Dat is heel aardig van je. Wauw, zag je dat, Touw? Oh jee, is dat een monster? Nou, daar gaan wij niet achteraan. Laten we de autopatrouille bellen. Hoi jongens, jullie zullen het nooit geloven, maar Touw zag een monster in de straat van Autostad. Kom op, jullie moeten iets doen. Snel! We zijn er! Autopatrouille, luister goed. Nian is een monster. Eens per jaar, aan het begin van het nieuwe jaar, komt hij tevoorschijn om te eten. Touw zegt dat er 2 manieren zijn om hem weg te jagen. Ten eerste, hij haat rood. Nou, Frank is al rood. Dan moeten we nog zoveel mogelijk geluid maken om hem weg te jagen. Gelukkig, Touw heeft een paar rotjes mee. Hoppie, hoppa. Matt heeft een plan. Volg hem. Oh, je probeert de aandacht van het monster te krijgen. Goed idee, Touw.
Wat is dat, Hector? Jongens, Nian, het monster komt eraan. Verstop je. Nu! Jij bent nu touw. Het werkt! Kleintjes? Wat doen jullie nou? Wilden jullie een speciale dans voor touw uitvoeren omdat het Chinees nieuwjaar is? Dat is heel lief. Maar jullie hebben ons wel laten schrikken. Vannacht heeft touw aan iets lekkers gewerkt. Wie heeft er honger? Wat een leuk feest. Ongelooflijk, touw. Heel erg bedankt. Gelukkig nieuwjaar allemaal. Tot de volgende keer. Zo te zien wordt er iemand achtervolgd. Hebbes! Waarom zaten jullie achter kleine Jerry aan? Oh, jullie hebben het overgenomen van de autopatrouille, omdat het vaderdag is. Dat is heel lief. Kleine Jerry, je moet op je snelheid letten. Hey, langzaam rijden. Tyler zegt dat er een brand is bij het ziekenhuis. Jullie kunnen beter even gaan kijken. Amber, wat is het spoedgeval? Is er geen spoedgeval? Maar Tyler zei... Kleintjes, ik denk dat Tyler een grap heeft uitgehaald. Inderdaad, hier kan hij niet mee wegkomen. Het is niet leuk als je de politie voor de gek houdt. Wat gaan jullie eraan doen? Goed idee. Je kunt precies zien waar hij is geweest. Oké, jongens. Volg kleine Hector. Daar is hij, kleintjes. Laat hem niet ontsnappen. Ah. 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 Ah.
Hebbes. Maar wie nu maar wat bij jou, papa? Arresteer hem, jongens. Wil je niet met ze mee? Maar ze zijn de autopatrouille. Je moet wel. Vandaag zijn ze het wel. Voor één dag tenminste. Jongens, doe iets. Goed gedaan, jongens. Tyler, je moet geen grappen uithalen met de politie. Blijf nu daar staan en overdenk wat je hebt gedaan. Oh, daar komen de vaders. Ze zijn trots op jullie kleintjes. Ze hebben alles gezien. Het beste vaderdagcadeau aller tijden. Hé, hey, kleine Frank. Heb je van hem alle danspasjes geleerd? Vaderdansen. Een perfecte afsluiting van Vaderdag. Nou, rustig aan, kleintjes.